verhalen. Voor alle mensen en makers, Buurtfilm Festival. Welkom bij het ABFF TV, een programma van het Amsterdamse Buurtfilm Festival dat wordt iedere jaar georganiseerd. Mijn naam is Gebret Mokonnen, artistiek leider en initiatiefnemer van dit mooie filmfestival. En vandaag zit ik hier met Nanette. Welkom Nanette voor de tweede keer bij het ABFF TV. Dankjewel, superleuk. Mooi om je te hebben hier in deze zaal in de studio. Hey, ik heb een mooie thee. Nou, lekker. Thee. Ja. Zal ik het doen? Ja, heel lekker. Graag. Ik drink te weinig dus. Ja. Nou, misschien is het leuk dat je het heel kort eventjes ons vertelt over Nanette. Wij weten wel wie Nanette is nu inmiddels. Hè. Hoe is het met de tussenontwikkeling? Je bent er 3 jaar lang mee bezig met de camera, ook bij de ABFF. Film je elke dag? Met een nieuwe film? Nou, in het even. Algemeen. Oh ja, met het algemeen wel. Ja. Want ik maak nu ook filmpjes voor mijn andere werk, zeg maar. En daar heb ik heel veel plezier ook in. En ja, ik hoop inderdaad volgend jaar nog weer een hele mooie andere film te maken. En ik ben super, super blij dat ik met de bekende onbekende van Marie Heinekenplein een prijs heb gewonnen. Ja, daar komen we het er straks over hebben. Maar hoe staat er uit jouw dagelijks leven? Wat doe je elke dag? In mijn dagelijkse leven doe ik een aantal verschillende dingen. Ik ben onder andere marionetten spelen bij het Amsterdams Marionetten Theater. Ik werk als dramatherapeut van mijn lijfhuis met moeders en kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben. En dan gebruik ik een handpoptoontje. Oké, jij speelt ook in het theater mee, toch? Ja, wij doen dan eigenlijk bij het marionettentheater veelal opera eigenlijk. Ja. En het is meer voor volwassenen dan voor kinderen. Want mensen denken altijd, oh, marionettentheater is vast voor kinderen. Maar het is voor kinderen en voor volwassenen. Juist omdat het vaak opera is, zoals Faust of de Toverfluit. En nu zijn we met een nieuw stuk bezig. En het is de Vliegende Hollander. Ja. En dat is weer heel anders dan eigenlijk wat we normaal gesproken hebben gedaan. Waar doen jullie dit allemaal? In Amsterdam? Ja, in Amsterdam, bij het Amsterdamse Marionettentheater in de buurt van de Nieuwmarkt. Ja, in de buurt. Ja. En laatst was er ook in het theater een man uit Istanbul, een poppenspeler, die dan de Turkse Jan Klaassen had. Dus, ja. En er wordt soms ook wel eens filmavondjes georganiseerd door iemand die dat doet. Maar over het algemeen zit het marionettentheater daar, omdat dat niet anders kan, omdat je een brug nodig hebt, omdat wij boven staan en je ons niet ziet, zeg maar. Hè? Want het gaat om de marionetten. Ja, mooi. Ja. Maar tegenwoordig, je loopt best regelmatig met je camera in de stad, of niet? Ja, ik heb heel veel plezier in met de camera rondlopen en mensen zonder te vragen, durf ik niet zo, maar ik kijk wel naar katten. Dat is nog steeds iets wat ik heel graag doe. En ik ben ook wel weer aan het bedenken, goh, wat zou een ander mooi onderwerp zijn? En hoe zou ik dat kunnen gaan vormgeven? Is het dan net nu een filmmaker geworden? Zie je jezelf als filmmaker? Het is wel een rode draad in mijn leven. Omdat ik ooit voor mijn afstuderen PNO heb ik een video gemaakt over horizontale loopbaanontwikkeling. Toen later heb ik voor mijn afstuderen dramatherapie heb ik een lessenserie gemaakt over het observatie-instrument hutten bouwen. En tijdens een aantal cursussen nog eens een keer werken op het water gemaakt en liefde en verliefdheid. Dus ja. Ik geloof dat jij nu deze tijd heel bewust naar je omgeving kijkt. Want je loopt met je camera, met je smartphone, iedere dag binnen de stad. Ja, je kijkt wel anders naar je stad. Ja. En ook anders naar films. Als je gewoon naar een film kijkt, denk je, wauw, wat een mooie beelden. Buiten het verhaal, ik ben heel erg van verhaal eigenlijk. Ja. Maar ik denk dat ik het met name bij films heb, dat ik kijk, oh, wat een mooie beelden. En in de stad ook wel, dat je dan andere dingen opvallen, zeg maar, ja. Mooi. Hey, Nanette, we hebben jou hier vandaag weer uitgenodigd naar aanleiding van je mooie documentaire film, Radu. Ja. Dat is ook voor jou, nou, mooie compliment van de jury, dat je ook een prijs gewonnen hebt. Hoe voelt het? Ja,
Ik vind het heel erg fijn. En ik had het stiekem gewoon, maar ik had het uiteindelijk niet verwacht. Want ik dacht, ik ben blij dat ik niet in de jury zit. Want het lijkt me echt heel erg lastig kiezen. Ja. Ook omdat het zoveel verschillende filmgenres of filmtypes eigenlijk zijn. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Mooi. Vertel ons kort over die film die jij gemaakt hebt. Ja, ik heb die film gemaakt omdat iemand een gedenkplekje had gemaakt bij de Dirk van den Broek, waar ik eigenlijk altijd boodschappen kwam doen. Iemand had voor Radu een gedenkplekje gemaakt en dat vond ik heel erg bijzonder. En toen dacht ik, als dat gedaan wordt, dan heeft iemand denk ik wel een hele belangrijke rol in de buurt. En zo ben ik mensen gaan interviewen om te kijken of dat klopte wat ik dacht en wat voor iemand het was. Maar ik ga de hele film vertellen, dat wil ik niet doen. Nee. Maar vertel ons ineens, wie is dan Radu? Ja, Radu was de dakloze krantverkoper die altijd bij Marie Heinekenplein stond. Tenminste, niet altijd, maar heel veel wel en best ook wel lang. Nou, dus mooi. En ik kwam daar altijd boodschappen doen en in één keer stond hij er niet meer. Och. En was dat gedenkplekje daar. Nou, weet je wat? Laten we hier een mooie film zien en dan komen we uit terug. Ja. Oké. Okay. Oktober 2022. Ik besluit om weer eens naar de Dirk op het Marie Heinekenplein te gaan. Bij binnenkomst zie ik niet de man staan die er altijd stond. Wel zie ik dat iemand een gedenkplekje heeft gemaakt en dat de naam van de man Radu is. Ik spreek een aantal mensen en besef dat deze man misschien wel een grotere plek in de buurt heeft ingenomen dan hij zelf heeft geweten. Een paar dagen later ga ik terug en besluit om mensen te interviewen over hem. Ik ken hem vanuit de buurt. Ik kom hier in mijn boodschappen. En deze man was altijd heel attent. Stond eerst binnen en later wel buiten. Hij was altijd heel erg, toen ik mijn hond had, kon hij op de hond oppassen. Hij komt bij mijn geboortejaar. Dus ik was heel geschrokken dat hij overleden is. Volgens mij is hij door een hartaanval overleden. Dat is gewoon heel erg onverwachts, denk ik, gebeurd. Maar deze man die heeft wel dit stukje van Amsterdam enorm heeft heel veel impact gemaakt. En die impact gaan we wel missen, denk ik. Ik vind het wel jammer dat al die dingen weer leeg zijn. Ik denk wel weer, dan moest het allemaal weer opgemaakt worden eerst. Maar dit staat waarschijnlijk voor iets wat met de verslaving heeft te maken, denk ik ook. Maar ook met, misschien kent niet iedereen deze man en misschien heeft niet iedereen doordat deze man wel meer is dan lege blikjes van bier. Who are you? Must be your friend, hè? Hij was echt een vriend. Een heel lieve man. Echt een vriend. En vooral een vriend van Lucio. En ze waren echt gek op elkaar. Lucio vindt het niet leuk om geknuffeld te worden, om dat soort dingen te doen. Maar bij Radu, dat eerste keer, je ging gewoon rennen door de Dirk van den Broek. En hi Lucio. En ik onthoud ook het blik van Radu. Van kijk nou, ik word geknuffeld. Dat is echt leuk. Ja, dat was een bijzonder moment. Zelf loop ik met krukken en als ik dan over het plein kwam, heb je twee trappetjes van twee treden, vier treetjes. Ik zie dit als sportschool. Maar dan kwam hij al aansnellen om mij dan een armpje te geven om me de trap af te helpen. Nou, dat hoefde voor mij ook niet. Maar hij was, hoe ik hem gekend heb, is dat hij altijd heel vriendelijk was. En
Vrolijk, altijd lachten. Ik weet niet of dat misschien door een biertje komt, dat drink ik ook nog, maar ja, ik ken Radu als een fijne, vrolijke man. Ik doe heel veel boodschappen in de galerij waar Badu zijn dakloze krant stond te verkopen. En ik had vanaf het begin af aan had ik een heel sympathiek gevoel voor Radu. Omdat hij altijd zo vriendelijk was. En hij zat er altijd. Van 's ochtends 8 uur tot 's avonds 8 of 9. Ja, dan kocht ik de krant. Hij is de dakloze krantverkoper geweest waar ik het meeste krant heb gekocht. Hij noemde me altijd mama. En hij sprak heel slecht Nederlands, hij sprak heel slecht Engels. En toch hadden we een soort van conversatie. Hij vertelde dat hij uit Roemenië kwam. We kennen de geschiedenis van Roemenië. We weten dat er heel veel kindertehuizen waren. En omdat hij mij mama noemde, had ik altijd zo de vraag: heb jij je mama eigenlijk wel? Ja, ik kan er nog een beetje van ontdaan raken eigenlijk, als ik dat zo vertel. Radul heb ik leren kennen hier, dat hij regelmatig een vast plaatsje had. Hielp de dingen in orde te houden, mensen ook op tot orde riep als ze dat vervelend deden. Maar hij was een erg eenzame, rustige man van Roemeense afkomst. We hadden goed contact en hij was altijd erg dankbaar als je hem wat bracht. Want ik zag wel dat hij dus wel veel dronk, maar weinig had. En als ik dan genoeg eten over had, of gemaakt had, dan zorgde ik over hem ook wat bij was. We hebben een Facebookgroep, dat heet De Pijp. Daar kunnen wij als bewoners van De Pijp en ondernemers dingen posten die interessant kunnen zijn voor de wijk. En aangezien Radu, die altijd op het Marie-Heinekenplein staat, buiten voor de ingang van Dirk, dat heeft hij jarenlang gedaan en iedereen kende hem, iedereen vond hem heel aardig. Hij paste op de honden, hij bejegende iedereen op een hele vriendelijke manier. En hij hoorde eigenlijk bij het Marie-Heinekenplein. Vond ik het interessant voor de buurt om te laten weten dat hij jammer genoeg is overleden. Radu's overlijdensbericht hier opgezet. Daar is op de passage, in de passage is een, door een bewoners een herdenkingsplekje neergemaakt. En ik had een foto gekregen van een van mijn klanten, van Radu. En daarnaast heeft een andere bewoonster die de begrafenis heeft geregeld ook een tekstje gemaakt die ik, ik zal die even openen, waarin de data wordt gemeld van de begrafenis. Daar zijn, naar ik heb gehoord, heel veel mensen naartoe gegaan. Op mijn bericht in de Facebookgroep zijn 94 reacties gekomen. En de reacties waren op zich wel heel leuk. Een aantal reacties kan ik wel voorlezen. Bijvoorbeeld gisteren na mijn werk zag ik een foto van Radu en schrok wel. Hij wist dat mijn man en ik doof waren. En hij was zo aardig om ons vriendelijke dag te zeggen met zijn handen. Zucht zacht Radu. En wat mooi dat hier aandacht aan wordt gegeven, mist hem al en had de kaarsjes gezien bij de ingang bij de draaideur. Een ontzettend lieve man en hij was altijd zo blij om mijn hond te zien en even te knuffelen. Dus heel veel vriendelijke woorden voor Radu. Hij zal gemist worden. De dakloze krant van Amsterdam heet De Zet, de straatkrant. En wij bestaan sinds 1995 om de dakloze mensen zichzelf te laten helpen. Want een belangrijk deel ook van ons project is dat de mensen op straat weer een beetje in contact komen met de samenleving. En vaak hebben ze dan, als ze een vaste plek hebben, ook allerlei leuke klusjes bij de supermarkt. Of dat ze op de hond van iemand passen die altijd boodschappen komt doen. Of als iemand hele zware boodschappen heeft, dat die dan even hulp vraagt aan de straatkrantverkoper. En op die manier is onze verkoper eigenlijk ook een soort uithangbord en een sociale
schakel in de buurt. Radu heeft een lange tijd bij ons de krant verkocht en was heel geliefd in de buurt, weten we. Omdat als hij er dan wel eens niet was, dan kregen we nog best wel eens belletjes van de buren, gaat het allemaal wel goed? Want er waren ook wel tijden dat het minder goed met hem ging. Radu had een beetje probleem met alcoholgebruik, waardoor het sommige weken dan wel eens misging. En dan was het ook wel een ingewikkeld iemand om aan te sturen. En in die zin is de krantverkoop heel zelfstandig. Maar als iets natuurlijk af en toe de spuigaten uitloopt, dan moet er een beetje aangestuurd worden. Dat was af en toe nodig bij Radu, maar tegelijkertijd, en dat zag je ook op het moment dat hij overleed, deed hij natuurlijk ook heel veel goeds in de buurt en was hij door heel veel mensen ook echt geliefd en wordt hij nu dus ook gemist. Ik had het gehoopt, maar ik was blij verrast. En dat gaf ook wel aan, denk ik, of het geeft ook wel aan, hoe mensen in contact met hem traden en dat ze toch best wel heel erg gesteld waren. Over ons, o God, volgens uw grote ontferming, wij bidden u, verhoor ons en ontferm u. Domine miluieste, Domine miluieste, Domine miluieste. Je wordt toch niet in je eentje begraven met alleen een handjevol hulpverleners. Integendeel, maar gewoon een hoop mensen uit de buurt. Weet je wel, mensen die hem al jaren kenden. En dan hoor je ook die verhalen, hoe de contacten met hem waren, enzovoort, enzovoort. En dat deed me goed. Nou, mooi documentaire. Trots? Ja, ik ben er trots op. Blij? Ik ben er blij op, ja, absoluut. En ik ben ook heel erg dankbaar voor iedereen die mij geholpen heeft. Want een vriendin van mij heeft, Barbara, die heeft de titel bedacht. Ik ben super blij met jou, want anders had ik hier niet gezeten. En ik ben heel erg blij met alle mensen die hebben meegewerkt aan de interviews en aan het beeld en alles. Want zonder die mensen had ik dat allemaal niet kunnen doen. En daar ben ik me wel heel erg van bewust. Ja. Vertel ons kort, hoe was het de hele proces van het maken van deze documentaire film? Hoeveel dagen ben je op pad gegaan? Met wie heb je allemaal meegedaan? Dus ik kan een aantal dagen kan ik niet zeggen, want het heeft mij heel veel tijd gekost, omdat ik soms dingen vergeet. En zo ben ik bijvoorbeeld nog een keer extra naar de kerk gegaan, omdat ik dacht, oh, ik had tussenshots moeten maken. En uiteindelijk heb ik ze niet echt gebruikt. Maar goed, dat kost je dan toch weer een dag heen en weer. En het is een beetje organisch gemaakt, omdat ik eigenlijk van het ene naar het andere kwam. Ik ging in eerste instantie alleen het gedenkplekje filmen. Toen zag ik dat de begrafenis nog moest komen. Toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik naar de begrafenis. En omdat ik naar de begrafenis was, sprak ik mensen. En zo had ik geïnterviewd. En de eerste man die ik had geïnterviewd, die had mij verteld over de Facebookpagina. En zo ben ik bij de boekenwinkel terechtgekomen. En zo ging het balletje eigenlijk rollen. En dat vond ik wel eigenlijk heel bijzonder. Nou, en wat natuurlijk ook heel leuk was, was dat Alice die in de cursus zat. Bij het ABFF Lappen, ja. Die doet haar eigenlijk ook altijd boodschappen. En zij kende Radu. Nou, en toen kon ik haar ook meteen interviewen. Dus dat was natuurlijk ook heel fijn. Mooi. Mooi dat je deze documentaire film gemaakt hebt voor Radu. Maar ook zeker voor de samenleving. Want we kunnen wel een hele andere verhaal, hele andere dimensie van de samenleving zien. Ja, en dat was voor mij, vond ik wel ook heel fijn. Omdat ik denk, ja, weet je, mensen in het algemeen betekenen soms meer voor andere mensen dan ze weten. Ja. Ook, hè? Ja. En dat denk ik, dat is zo jammer dat we dat soms niet realiseren. En ik dacht, ja, misschien is dit een kleine bijdrage. En niet alleen voor de dakloze krantverkopers, maar eigenlijk voor het algemeen. Dat je
Dat je denkt, goh, wat beteken ik eigenlijk? En ja, dat dat gewoon wel meer is dan je soms denkt. De eerste reactie was inderdaad van de juryleden van het ABFF. Die hebben jou een mooie prijs gegeven. Ja. En hoe voelt het bij jou toen? Nou, ik was toch wel een beetje overweldigd of verraste. Dat ik zei, oh, er is helaas niemand in de zaal van de mensen die ik heb geïnterviewd. Maar dat was helemaal niet waar, want Alice zat natuurlijk wel in de zaal. Dus dat vond ik achteraf wel vervelend. Ja, maar echt, ja, heel. Ja, ik ben er super blij mee. Super blij. Nou, €500 is niet zo ver, maar dat heeft ook bij jou wat opgeleverd, of niet? Ja, zeker. Want jij komt vandaag met een mooie camera. Ja. Ja? Ja, ik heb uiteindelijk dan die bon gewonnen van €500 te besteden bij de Open Studio. Ja. En nou ja, goed, ik had eerst een hele grote camera en die vond ik best wel heel erg zwaar. En ja, en toen uiteindelijk heb ik nu vandaag net, ben ik langs geweest langs de Open Studio. En heb ik dan nou deze camera. Met een externe microfoon, wat natuurlijk heel erg belangrijk was. Want ja, ik had vorige keer een camera gekocht. Best een goede camera, maar zonder externe microfoonmogelijkheid. En daarom had ik een heel groot deel van de film die ik heb gemaakt met mijn mobiel gefilmd. En dat is toch wel heel erg zonde. En nu ben ik blij met deze camera. Mooi, mooi. En hoe is het verder de reactie van de andere mensen die jou film gezien hebben? Ja, wat ik heel mooi vond, is dat er heel veel mensen die zeiden toch, het heeft me ontroerd, de film. Dat is ook waar. En dat denk ik, ja, dat vind ik eigenlijk ook een heel groot compliment, omdat ik denk, ja, dat is heel mooi als je mensen kan ontroeren met wat je maakt. Dus ja, dat vind ik heel erg mooi eigenlijk. Omdat ik ook denk dat leven en dood hoort bij elkaar. En mensen praten niet zoveel over de dood. En in principe heb ik dat natuurlijk ook niet gedaan. Nou, eigenlijk misschien is het wel interessant. Want wat ik dan nog toch wil zeggen. Want toen ik voor het eerst met de dood te maken kreeg, was mijn oma overleden. En indirect denk ik misschien heeft het daarmee te maken. En niemand sprak op de begrafenis. En dat vond ik heel erg eigenlijk. En ja, en toen heb ik vanaf toen altijd gesproken op begrafenis of crematies. En dat heb ik hier natuurlijk niet gedaan. Maar door een film te maken, heb ik toch anderen over Radu laten spreken. Ja. En er waren ook mensen die wel op zijn begrafenis hebben gesproken. Dus ja, ik denk dat dat misschien ook een rol heeft gespeeld in waarom ik deze film heb gemaakt. Maar denk je dat Radu wist dat hij geliefd iemand was door de anderen? Ja, want ik denk wel, kijk, er is één beeld in mijn film van een jongen met zijn vader, zeg maar. En die jongen die was echt gek op Radu en die gaf hem een knuffel. En ik denk, ja, als jij een knuffel krijgt van iemand die je niet zo goed kent, dan zegt dat wel iets, denk ik. Mooi. Mooie, onbekende, bekende oude buurt, hè? Ja. En wat next dan? Nanette? Ik zou het niet zo goed weten, maar ik dacht toen, vorige keer dat ik hier zat, dat ik iets ging maken over katten. En misschien kan dat nog steeds, maar goed, ik moet wel zeggen, ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in mensen en ja, ik zit nog steeds soms wel eens te denken om misschien een film te maken over hoe een stad is op het moment dat je iemand hebt verloren. Dus, want dat vond ik wel echt heel jammer dat Luc, die de vorige keer erbij was toen ik niets had gewonnen, er nu niet was. En dat vond ik zelf eigenlijk, dat vond ik een beetje verdrietig. Dus wij mogen wel van jou nog een verrassing verwachten bij het komende ABFF Festival. Wie weet. Nou. Ik sluit het niet uit. Ja, nou, top, Nanette.
dankjewel. We kunnen nog veel langer praten over je werk, over je filmambitie, maar we hebben half uur televisieuitzending, dus we moeten ons gesprek hierbij laten. Nou, heel erg bedankt dat ik hier mag zijn. Fijn dat je er bent. En dankjewel, ja, nogmaals. Zeker, zeker. Ook mensen thuis, dankjewel voor het kijken voor het ABFF TV. Mijn naam is Gebrek Mokonen. Graag tot de volgende keer.